Ja, jongens, jullie zien het al. De zon staat op een hele andere manier als in de avond, want we zijn in de ochtend in het bos. Dit soort stukken hier, dat is altijd super mooi. Ik heb hier in de avonduren heel wat wild gezien. En het kan zijn dat we dat heel misschien, als we heel rustig zijn, ze straks misschien ook nog tegenkomen. Ik hoop dat ik er een aantal video's van kan maken. Dat is ook super mooi, jongens. Hij heeft wel gelijk, de zon staat op een hele andere stand. Kijk eens even naar die rand, jongens. Heel erg mooi. En je ziet het ook heel duidelijk, dat het daarachter loopt het iets schuin af naar beneden. Hele mooie plek. Maar nu, wij lopen eventjes door naar die kant. En dan nog een keer zo'n stuk. En dan heb je dat stuk, dat gaat iets verder naar beneden. En dan heb je ongeveer op die rand, 's avonds, als het schemerig is, kom ik heel erg veel dieren tegen. Dat is echt heel erg mooi. En we gaan het uploadschema even een beetje veranderen. We gaan nou, als het goed is, ook overdag uploaden. Dus het kan zijn dat jullie deze video al voor etenstijd zien. Dus dat is ook al super mooi. En eens eventjes kijken, ja, daar komt de volgende persoon alweer aan. Het wordt druk in het bos, jongens. Kijk, en ook hier zie je heel duidelijk, heel mooi, die rand met dat zonlicht erbij. Eventjes kijken wat dat nu was, wat ik net zag. Oké, dan. Niemand dus blijkbaar. Ah, wacht, dat is die tak die net een schaduw maakt of dat het lijkt op een mens. Wat jullie dus niet op beeld zien. Grappig, jongens. Het is goed fris. Kijk eens hier, jongens. Mooi. Misschien zien jullie het niet echt goed op camera, maar het loopt hier dus letterlijk iets naar beneden. En ik weet niet of jullie het al kunnen zien. Je ziet daar die rand. Die moeten we dus pakken. Daar gaan we dus heen. Een berkje. En daar zie je weer zo'n omgevallen boom. Hé, hey, wacht even. Wat is dit voor rare plek? Kijk eens even hier. Kijk eens daarna. Die weet letterlijk niet waar die heen moet groeien. Ja, jongens. Ik vul hem nou niet uit de hand, maar ik vul hem nou gewoon met twee handen tegelijk. Dat is ook wel grappig. Jongens, ik heb het idee dat het beeld gewoon een stuk mooier is dan normaal. Jongens, weer wat geleerd. Kijk dit dan, jongens. Heel grappig. Normaal moet er iemand komen, maar ik zie hem nog niet in beeld komen. Dus ik denk dat hij nog aan het filmen is, daarachteraan. Of aan het fotograferen. Kunnen die allebei doen als hij wil, volgens mij. Gaan we eventjes kijken of wij de plek al in... Ja, we zien de plek al. Daar is het. Dat is dus de plek waar ik die dieren altijd film. Jongens, we willen gelijk een stuk harder gaan lopen, jongens. Oh, wacht. Ik stop net weer stil. En toen hoorde ik weer wat. Dat is meestal, hè. Zodra je stil gaat staan, dan hoor je gekraak. Kijk, dit zijn dus van die momenten en van die punten. Dan met een beetje geluk kun je dieren voor de camera lens krijgen. Maar ja, nogmaals, altijd in de avonduren. En je ziet het hier heel duidelijk. Wat hier staat. We proberen weer een iets langere vlog te maken. Kijk, het is helemaal kaal geschuurd, jongens.
Helemaal kaal. En dan rondomheen zie je heel duidelijk de sporen van de dieren. Kijk eens jongens, let op. Die hele rand is gewoon helemaal glad geschuurd. Nou, het water is verdampt. Kijk eens even naar dit bos, jongens. Dit is echt mooi. Ah, daar komt hij al aan. Helemaal achteraan. Oh, er vloog een soort van mug door het beeld heen. Kijk hoor. Dit stuk hier zo ongeveer... voor jullie daar dus, heb ik ook al wel eens wat kunnen zien filmen. Alleen dat stuk daar, even kijken, daar bij dat groene bosje. Daar heb je een pad achterlopen. En daar heb je 9 van de 10 keer kans 's avonds dat daar gewoon wat staat. Een hele roedel met dieren. Kijk eens wat we gevonden hebben, die boom hier. Heel erg grappig. Ik denk dat ik dit vaker ga doen, zo uit de hand filmen. Ik vind het wel iets hebben. Kijk eens even hier, jongens. Dan hoef ik de camera in principe ook niet al te dicht bij mijn mond te houden. Dan zit er ongeveer een kleine halve hand tussen. Misschien dat dat qua audio ook beter is. En ook hier, we lopen er bijna voorbij, heb je zo'n afgeschuurde boom. Toen hoorden we geluiden, jongens. Er zit wel degelijk iets. Eén moment. Het kan heel goed zijn dat we, als we heel stil kijken, dat we iets... zien lopen. De eikels die beginnen nou ook al van de bomen af te vallen steeds. Dus je hoort eigenlijk nu in de bossen continu wat. Kijk jongens, ook hier midden in het bos komen we nog een heel klein stukje tegen van de heide. Maar bijna uitgebloeid. Kijk dan naar dat stuk, is gewoon helemaal opengewaaid daar, dat hele stuk. Ja, die storm is toen best wel hard tekeer gegaan. Kijk, en in dit soort bomen... dan zie je altijd dat de 's ochtends van die koolmezen... van de ene kant naar de andere kant springen. Dat is ook wel grappig. Hij heeft wel gelijk gehad, die Tony... dat het nou echt mooi is om te filmen... omdat de zon eigenlijk aan de hele andere kant staat. Hij heeft wel gelijk. Oh. Kijk, en dit ook, jongens, dat is zo prachtig om te zien. Die kleur groen is ook gewoon anders dan 's avonds. Het blijft natuurlijk altijd hetzelfde, maar goed, het is dus toch anders. Wow. Kijk, en hier heb je dus ook weer zo'n boom. Jongens, dit is voor mij een heel stuk makkelijker filmen. Ik had het eigenlijk veel eerder moeten doen. Gewoon een statief eronder en gewoon allebei de handen je statief pakken. En dan gewoon gaan lopen. Net als dit dus. Dit is ook weer zo'n plek, jongens. Daar dus. Waar heel goed wat kan zitten. In dat andere bos, daar heb ik 3 of 4 wilde katten gezien. Hier nog nooit eentje. Dit is waarschijnlijk veel te groot voor wilde katten. Of wilde katten voor mij. Dan gewoon katten die gewoon uit huis zijn ontsnapt. Dus niet echt gewoon de wilde kat. Maar goed, jullie begrijpen ongeveer wel wat ik bedoel. Dan gaan we eventjes kijken. Dit ligt helemaal plat, jongens, dat bos. Kijk eens even. Daar zijn ze. Ik wou net bijna zeggen, op camera zien jullie niks, maar het komt wel degelijk in beeld. Daar hoorde ik wel degelijk een knak. Je raadt het al, we zien alleen weer niets. Oké dan, maakt op zich niet uit. Hebben we op zich wel een mooie vlog gemaakt.
En ook hier heel mooi. Hoe dat er allemaal bij staat, jongens. Berkje van alles wat. Het is nog rustig in het bos. Ik heb al behoorlijk wat auto's zien staan. Dus dan verwacht je eigenlijk meer mensen. Maar het gebied hier is zo groot dat de mensen eigenlijk overal kunnen zitten. Deze weg moeten we hebben. Je ziet het al heel duidelijk. Wat hoor ik nou dan weer? Continu hoor ik wat. Dan gaan we even dit gebied in de gaten houden. Ah, de roofvogel. Wacht even. Die hebben we ook al gedetecteerd. We kunnen nu alleen eventjes niet goed waarnemen van waar het geluid nu precies vandaan komt. Want het klinkt als een soort van grote speaker. Het kan daar vandaan komen, maar ook daar. Wow. Hier ben ik op zich zo dadelijk eventjes heel erg stil. Want het kan zijn dat als zo dadelijk daar de bocht om gaat, dat pad misschien helemaal vol staat met dieren. Ik ga er nou haast wel niet van uit. Maar het zou kunnen. Oh jongens, we krijgen zo dadelijk een super mooi stuk, jongens. Oh, ik heb nu echt continu het idee dat er iemand aankomt, maar er komen toch geen mensen, jongen. Dat is echt super raar. Hoppa, hoorde ik weer wat. Kunnen natuurlijk ook die koolmezen of die pimpelmezen zijn, die dan proberen die spullen uit de boom te pikken en die dat per ongeluk laten vallen, wat je steeds hoort. Want ik hoor steeds een korte klik. Ja, hier, let op. Pats, op de grond gevallen. Ah, wacht, er komen er twee aan. En Tony loopt dus helemaal achteraan. Er komen nog meer mensen aan, achter mij. Ja, dit is dus een heel mooi stuk. En precies op dat stuk, zeg maar, dus tussen die twee boompjes, één moment. Daar, zeg maar, tussen dat en dat, daar staat het eigenlijk continu helemaal vol met dieren. Vooral in de avonduren, dan gaan ze eerst daar staan, in dat stuk wat je nu midden in beeld ziet. En dan gaan ze twijfelen. En meestal als ze twee of drie over de weg heen springen, dan komt de rest ook. Hier begint juist het mooie stuk. Vanaf hier, vanaf daar zeg maar, begint het echt prachtig te worden. Met een beetje geluk kunnen we er helemaal omheen lopen. Kijk eens naar die boom, jongens. Heel erg creepy ziet hij eruit. Jongens, die kleuren zijn totaal anders dan in de avond, jongens. Kijk eens even hier, ja, we gaan gewoon doorlopen, jongens. Kijk, hier zie je dat bos, zeg maar. Ah, overbelicht. Dat maakt niet uit. Oh. Dit is dat stuk. Met een beetje geluk kan ik zo dadelijk jullie de hertensporen laten zien. Er zijn er genoeg mensen gelopen hier. Het hele pad is gewoon helemaal verlopen. Wow. Allemaal voet- en schoenafdrukken. Kijk eens. Overal waar je kijkt. Die dierensporen zijn er helemaal vertrapt geworden. Ik zit eventjes te kijken of we ergens wat zien. Nee, we zien helemaal niks. Terwijl het hier echt wel vol staat. Kijk hier eens. Kijken of ik die informatie op mijn scherm wegkrijg. Zo, weggeklikt. Kijk eens jongens hoe mooi dat eruit ziet. Dit stuk hier aan de rechterkant, daar dus, dat wordt ook steeds hoger. Dit is ook een heel mooi stukje. Poos geleden kon je nog zeggen van ik kon daar doorheen kijken, maar dat kan nu absoluut niet meer. We gaan hier eens even een beetje in het donker staan. Kijk even hoe mooi dat eruit ziet. Heel erg prachtig. En dit zie je letterlijk dat het helemaal plat gegaan is. Allemaal door de storm, allemaal één voor één omgewaaid. Pats, en dan viel weer een eikel naar beneden. Heel erg gaaf. Ah, kijk, dit is dat mooie stuk.